Ja, Koningsnacht heb ik op zichzelf niet zo heel veel mee. Ik heb wel heel veel met Toppos en met de club en met de prestatie die we geleverd hebben. Ik weet niet hoe druk het boven is, maar ik weet wel dat ik een paar biertjes ga drinken. En dat ik de gevaar ga genieten en ik hoop heel veel spelers daar te treffen. Want dit is iets wat gevierd moet worden. Nou, laat je lekker gaan. Drink je? Gaan we doen, dankjewel. Ik zag je net met je ouders. Volgens mij was dat je hoogtepunt vanavond. Nou, mijn dochter was ook op veld. En die heb ik ook een dikke vette knuffel gegeven. En dat zijn twee hoogtepunten, maar dat zijn hoogtepunten na de wedstrijd. En voor mij betreft is het hoogste punt dat Hoesijn Doğan de 1-0 binnenschiet. Een speler die we eigenlijk vanuit niets hebben opgepikt 2 jaar geleden toen ik hoofdtrainer werd. Nou, vorig jaar heeft hij natuurlijk veel gespeeld en vaak gespeeld. Niet altijd op zijn geliefde positie. Nou, Fatih vertrok, Richard van der Verde vertrok en we hadden de vervanger al in huis. Ja, dan heeft hij niet waargemaakt. Dat heeft hij dubbel en dwars waargemaakt. En daar ben ik hem dankbaar voor. Mooi, hè? Nu al een hele heldere analyse, terwijl je gewoon de play-offs hebt gehaald. Heb je het besef al, heb je jezelf al in de hand geknepen? Ja, maar het is inmiddels 10:30. Kwart 10 is de wedstrijd afgelopen, dus we zijn ook weer 3 kwartier verder. En we hebben de play-offs gehaald. Geweldige prestatie voor de 5e keer in de historie van de club. We hebben 59 punten, uniek. We hebben een positief doelsaldo, dat hebben we ook niet zo heel vaak. En ja, ik mag het niet zo heel hard op zeggen, maar we hebben de laagste begroting in de keukenkampioen-divisie. En dan is dit de sterkste eerste divisie die er ooit geweest is, wordt gezegd. En dat je dan gewoon op plek 7 staat, is echt, en dat heb ik net in het kledingkamer al gezegd, een compliment waard aan een ieder. Met name de spelersgroep, staf, kantoorpersoneel, directeur, supporters, sponsoren, aan iedereen die daar een belangrijke bijdrage aan levert. Maar zonder mijn spelers kan ik niks. En die hebben van het begin af aan, tot nu toe, geloofd in mijn verhaal, geloofd in mijn speelwijze, geloofd in mijn manier van trainen. En dat gaat heel vaak vriendelijk en dat gaat soms ook heel boos en mopperend. En ik ben echt niet altijd aardig en ik begrijp ook wel dat mensen die niet of nauwelijks spelen, dat die een klote gevoel kunnen hebben. Maar die heb ik net ook benoemd en die zijn, met z'n allen doen we dit en met z'n allen hebben we dit gepresteerd. En dan valt er één meer op dan de ander. Maar het is een groot compliment aan die gasten, hoe ze hier elke dag maximaal presteren. En dat is dankbaar. Playoffs gehaald, we hadden volgens mij vorige week of 2 weken geleden over. Toen zei ik al van als eerste vraag van de Eredivisie, Toppos komt eraan. Nu heb je de playoffs gehaald. Ja, wat je zegt, met de laagste begroting de playoffs halen. Dan denk ik, nogmaals, dat er wel meer in moet zitten. Playoffs gehaald. Afschakelen, even afstand nemen. De jongens hebben tot en met dinsdag vrij, dus we zien elkaar woensdag weer. Hiervan genieten. Degene die een biertje wil drinken, drink een biertje. Degene die dat niet wil doen, doe dat niet. Heerlijk weekend voor de boeg. En dan op jouw vraag antwoord te geven in de play-offs kan alles. Is niet zo mogelijk. Toppos heeft de play-offs gehaald. Met acceptabel veldspel. Ondanks het feit dat de wedstrijd vandaag niet de beste wedstrijd van het seizoen was. Ja, maakt het je wel uit, denk ik, als je het haalt, toch? Dat ging vandaag denk ik alleen maar om het resultaat. Nee, en de eerste wedstrijd, of de eerste helft vandaag, denk dat we 4 grote kansen krijgen. Zeker. En als we dan 4 keer scoren of 2 keer scoren, dan is het al voor de rust klaar. Nou, dat is niet gebeurd. Maar in play-offs kan alles. Je zult wel goed moeten zijn in play-offs. Ben je niet goed, wordt ook meteen afgestraft. Is na 2 wedstrijden klaar. Maar dat is geen zorg. Maar dat is voor later. Nu even genieten van deze dag, van dit moment. Maar met name van de 37 wedstrijden die we gespeeld hebben. Ik wil niet jou hier een marathon interview met jou gaan afnemen. Kun je ook laten vieren. Kun je mij eens een kijk geven hoe de komende uren eruit gezien? Koningsnacht voor de boeg. Ja, Koningsnacht heb ik op zichzelf niet zo heel veel mee. Ik heb wel heel veel met Toppos en met de club en met de prestatie die we geleverd hebben. Ik weet niet hoe druk het boven is, maar ik weet wel dat ik een paar biertjes ga drinken. En dat ik de gevaar ga genieten en ik hoop heel veel spelers daar te treffen. Want dit is iets wat gevierd moet worden. Nou, laat je lekker gaan. Drink ze. Gaan we doen, dankjewel.